What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping in the next one on our Sound Dog Med Lubach journey. Winter time. If you enjoy it, get over to the Avon Show. Met Aryan Lubach, all the love in the world. We're already subbed up. We've already smashed the like button. Let's go on a journey. We know he's going to be real. Winter time. I hate the cold. I really do. And it gets darker and Vannacht is de wintertijd ingegaan. We kijken eerst even naar de beelden. Wauw. It's exciting. Dat blijft een mooi fenomeen. En het gebeurt best vaak. Elk jaar weer. Je kunt je klok erop achteruit zetten. Maar dat gaat allemaal veranderen. Want Europa is er helemaal klaar mee. De wisseling tussen winter- en zomertijd moet stoppen. De Europese Commissie wil dat en vraagt Nederland om te kiezen. Of permanent wintertijd of permanent zomertijd. Yes, yes, we're hoping for it here in California too. We voted it in to stop changing the clocks. Because, why? Because, hello, it gets damn dark. It's dark as hell outside now at like 5:30 at night because we have to keep changing the damn clocks. So we voted it out. Nobody wanted it. That was in 2018. It is 2023 and we're still... Gotta change the clock one more time. How long does it take to put some in its vote? That long. That's how long it takes. I hate changing the time. Stop messing with people two times a year and just leave it alone. Ja, de Europese Commissie wil af van het verzetten van de klok. De tijden gaan veranderen, want de tijd gaat niet meer veranderen. Alle EU-lidstaten moeten nu kiezen voor zichzelf. En Nederland dus ook. Ons kabinet moet gaan kiezen, altijd wintertijd... of altijd zomertijd. En dat lijkt niks, één uurtje verschil. Maar het gaat over de vraag, in wat voor tijd willen we leven? Hoe laat kunnen we in juni nog buiten zitten? Is het nog donker als onze kinderen naar school fietsen in februari? En wat vinden onze kleinkinderen van jazz? We moeten dus kiezen. En dat wordt... Well, I can't wait till we jump back forward an hour. And then it's supposed to stay that way permanently. I'm going to be so happy because this is depressive weather. Depressive... Timing, depressive lights. Want de meningen lopen behoorlijk uiteen. Sterker nog, volgens RTLZ is Nederland tot op het bot verdeeld. Tot op het bot! Zomerlul! Hou je bek, winterkut! Suggestie, roetveegtijd. In Europa ligt het ook gevoelig, hè? Zoals bij deze Italiaanse Europarlementariër. En nu denk je dat we deze man natuurlijk gaan uitlachen omdat hij een hele grote klok bij zich heeft. Maar dat is niet zo, want als je denkt dat hij een gekke klok heeft, dan ken je zijn tolk nog niet. Sono, come vedete da questo... As you see, it's 9:15. You can see from this clock, and I, like all citizens, Italian no, citizens, I refuse to believe that that's real. An assembly as important as the European Parliament here to talk about the There's 5 no million way Italian this really poor, has how the 4 million Italian unemployed. Thank you. No, that wasn't real. De I refuse to believe it. De Commissie Jean-Claude Juncker heeft een duidelijke voorkeur. Hij wil permanent zomertijd. En dat snap ik in zijn geval, want dan kun je s'avonds een uurtje langer doordrinken. I mean, that makes sense. Hij is alcoholist. That's just another plus. Maar hij heeft nog een argument. Juren hebben geantwoord en zijn de auffassung dat het zo zijn sollte dat die zomertijd in toekomst voor alle tijd gilt, zover dat ook komt. Die mensen willen dat, we maken dat. Ja, dat is weer typisch Brussel. Hè? De mensen willen het, dus zij doen het. Maar hoe weet Juncker wat de mensen willen? Het begon allemaal in Finland. Daar werd in 2017 een petitie gehouden tegen het verzetten van de klok. En dan denk ik, boeien, dat is Finland. En wat maakt het nou uit of het daar aan het begin of aan het eind van de middag 23 uur donker is? Joakinen, ik ben weer hier dan met mijn kop tegen die sauna opgelopen. Maakt niet uit wanneer dat is. Maar goed, na die Finse petitie hield de Europese Commissie een enquête onder Europeanen met de vraag, liever zomer of wintertijd? En daaruit kwam... dat 56% liever zomertijd wil. Yes. En Juncker dacht, prima resultaat, wir machen das. Maar wat vinden we dan hier in Nederland? Nou, Maurice zou de hond niet zijn als hij dat niet al had gepeild. I can't see that you guys want it to be wintertime all the time. Wintertijd en de rest was een uur te laat bij de enquête. En als dit zo doorgaat met peilingen... dan krijgen we in Nederland een permanente zomertijd. Maar dat zou heel erg stom zijn...
En ik ga zo uitleggen waarom. Maar laten we eerst even naar de mensen luisteren. Waarom willen die permanent zomertijd? Stel de wintertijd wordt afgeschaft. Dus we hebben alleen nog de zomertijd. Wat betekent dat dan? Dan moet ik even nadenken. Dat er niet meer gaat sneeuwen. Ja. Nou, no. It won't. Want dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Ik kan meer uitgaan en zo. Dan hoef ik niet echt winterkleren en zo aandoen. Look, the reason that I say that we need to move it back to where it was. I can't wait till we spring forward an hour again. And then I can have it there. Why? Because right now it's dark when you get up and go to work. And it's dark when people are getting off of work. It's constant darkness. It's depressive. It's crazy. It makes no damn sense whatsoever. Especially when you live here in California, where it's more dangerous to go out in the dark, which is a very true statement. I don't know if y'all have been keeping up with California crime, but by all means, turn on one of those little scanners and switch it on to any city in California. It's not a peaceful, pleasant, happy, crime-free place. It's just not. It's safer to go to work when it's light out and to come home when it's still light out. Now, I don't know. It's safer to go to work. Lots of things are better. We just need to stick with the springtime forward. Okay. Sommige mensen snappen... I know it's not gonna change the weather. Zomertijd niet. Geef niks. Het probleem is, mensen associëren zomertijd met de zomer en wintertijd met de winter. En als je een populariteitswedstrijd houdt tussen de winter en de zomer, wie wint er? De zomer. Als je... Ja. Ja, waar. Zo werkt het. I would never want to debate him on anything. Of zomertijd, dan horen de mensen dus eigenlijk... Hey, wil je liever op de fiets door de natte sneeuw, koude klauwen, depressie, wintertijd? Of cocktail, zwembad, seksfeest, zomertijd? Moeilijk. Maar goed, in Den Haag zijn ze natuurlijk hartstikke slim. Laten we hopen dat ze daar wel even nadenken voordat ze hun keuze maken. De verantwoordelijke Kamerleden hadden het niet zien aankomen dat ze een keuze tussen de zomer- of wintertijd moesten maken. Forum voor Democratie heeft al wel gekozen voor de zomertijd. Wij zijn vrolijke mensen, zegt een woordvoerder. We are happy people. So okay. Anybody who wants winter time is not a happy Sommige people. Sommige mensen snappen de zomertijd niet. Geeft niks. Okay, het is hartstikke leuk natuurlijk dat deze kameraden samen optrekken om de zomertijd er doorheen te rammen. Maar als wij, de mensen, er ook nog iets over mogen zeggen, is het vooral belangrijk dat we er iets van snappen. En dus ook snappen waarom permanente zomertijd zo'n stom idee is. En daarvoor moeten we eerst een beetje uitzoomen. Dus hubbel even mee naar mijn ruimtetelescoopje. Kijk, dit is de aarde. En die aarde die is rond. En hier staat de zon. Zo, die komt hier vandaan. En op deze helft van de aarde is het dus dag. En op de andere helft is het nacht. En de aarde die draait natuurlijk. En hier op deze grens zie je dus dat het dag wordt. Kijk, nu moeten de Spanjaarden moeten wakker worden. Wakker worden, Spanjaard! Jongens, kan iemand de Spanjaarden even wakker maken? Wat? Oké. En straks moet New York wakker worden, et cetera. Zo'n rondje... Despertarse, Españoles! Luie klootzak. Zo'n rondje duurt 24 uur. En daar hebben we ongelofelijke mazzel mee, want dat is precies een dag. We kunnen de aarde dus opdelen in 24 tijdzones van een uur. Vroeger was dat anders. Toen had elk land en elke stad had zijn eigen tijd. Je keek gewoon naar de zon en als die op zijn hoogste punt stond, was het 12 uur. En in Zwolle was het daardoor bijvoorbeeld 5 minuten later dan in Amsterdam. En dat werd onhandig toen we treinen kregen, want dan kwam je op de terugweg 5 minuten vertraging tekort. Heel ingewikkeld. Maar goed, nu hebben we dus 24 tijdzones. En in het midden van elk vakje staat de zon om 12 uur op zijn hoogst. En dat is een heel logisch systeem. Maar het heeft wel een nadeel. Want kijk, die lijnen die lopen dwars door de landen heen. Dus dan heeft een stukje Duitsland heeft een andere tijd dan de rest van Duitsland. Sterker nog, dan heeft een stukje Dortmund een andere tijd dan de rest van Dortmund. Sterker nog, dan heeft een deel van deze parkeerplaats in Dortmund een andere tijd dan de rest van die parkeerplaats in Dortmund. En ja... Wel handig. Zou handig zijn, dan kun je dus voor een uur betalen. Zet je je auto hier neer. Na een uur zet je hem een stukje naar het westen. Kun je nog een uurtje gratis staan. Helemaal top.
Maar dat was op een gegeven moment natuurlijk niet meer te doen voor de parkeerplaatsenbranche in Dortmund. Dus toen hebben we met z'n allen besloten om die lijnen een beetje anders te trekken. Wij hebben de tijdzones, die hebben we aan de landsgrenzen aangepast. En kijk, dat is handig. Wij hebben nu dezelfde tijd als Duitsland, Frankrijk en Spanje en Polen. Zeg maar team beige, dat zijn wij. En Engeland zit in de groene zone, daar is het een uur eerder. En Oekraïne, Roemenië en Griekenland en zo, hier allemaal in het rood. Hier is het een uur later. Dus, en het is supergezellig hier natuurlijk nu met Duitsland. Maar als je kijkt naar die witte lijnen, dan zouden we dus eigenlijk in de tijdzone van Engeland moeten zitten. Doordat we zo scheef zijn ingedeeld, gebeurt er iets geks. Want als het bij ons dus 12 uur is, dan staat de zon hier op zijn hoogste punt. Midden in de tijdzone vlakbij Berlijn, in Polen. En pas 40 minuten later is hij bij ons op zijn hoogst. En dan kun je nog denken, oké, het is een compromis, hè? We willen graag bij Duitsland horen. Maar dat is dan nog de wintertijd. Hè? Dat is onze normale tijd. Maar in de zomer hebben we zomertijd. En dan zetten we onze klok ook nog eens een uur vooruit. En als we dan kijken om 12 uur 's middags, dan staat de zon hier op zijn hoogste punt. In Sint-Petersburg en in Istanbul. En pas een uur en 40 minuten later staat hij dan bij ons op zijn hoogst. 1 uur vanwege die zomertijd, plus 40 minuten omdat we scheef zijn ingedeeld. En nu is dat dus al in de zomer zo. En dan hebben we dus zomertijd. Maar dan zijn de dagen I've never toch been more interested dus in the sun being at the highest point until right now. Als het dus aan Juncker en Baudet ligt, dan gaan we dat ook in de winter doen. En dan is het niet meer zo grappig. Vooral 's ochtends niet. Als we zomertijd in de winter gaan hanteren, dan wordt het in Amsterdam, komt de zon pas om 9:50 op in het midden van de winter. En dat is heel laat. Om 9:50 pas? Bij mij op kantoor is dat al kuppensoeptijd. Dan begin ik meestal mijn bureautje weer een beetje op te ruimen. Hey, nou dan lees ik dat rapport zo in de trein nog wel even en dan zie ik jou tomorrow. En dan moet het dus nog licht worden. Nou, dat het later licht wordt in de ochtend is dus best wel irritant, maar het is ook nog eens ongezond. Als we permanente zomertijd aanhouden, slapen we slechter. En slechtere slaap betekent minder goed kunnen leren en geheugen. Sneller risico op ongelukken, bijvoorbeeld auto-ongelukken. En op lange termijn betekent het een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. We are really taking this to a whole different kind of level. Hersenen, hersenziektes en zelfs overgewicht en suikerziekte. Geforceerd tegen je biologische klok ingaan. Het maakt een mens niet alleen maar chagrijnig, maar ook nog dik. Wow. Oh, dus daarom is iedereen op kantoor 's ochtends altijd zo dik. Oké, ja. En omdat de wintertijd onze normale tijd is, fuck dat geklooi met je biologische klok. En die bestaat echt, legt deze hersendeskundige uit. Het is namelijk zo dat die biologische klok, die heeft een eigen ritme van 24 uur en een paar minuten. En om gelijkgesteld te worden aan het sociale ritme van exact 24 uur, is dat zonlicht elke ochtend nodig. Ja, je biologische klok past zich aan op basis van zonlicht. Maar je kan ook gewoon met die pen op dat knopje drukken. 12 seconden. 12 seconden in. Just press the reset button. Nou, en dan is je ook gewoon gereset. Komt er alleen heel moeilijk bij. Maar oké, maar niet. De laatste keer dat we in Nederland permanent zomertijd hadden was van 1940 tot 1942. En dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Want toen werd het in de winter pas om 10 uur licht. En nu willen de Duitsers dat weer. Want die ja, want die enquête waar Juncker mee zwaait, gehouden in heel Europa, waaruit zou moeten blijken dat die mensen graag permanent zomertijd willen, door wie is die enquête eigenlijk ingevuld? Door mensen in heel Europa? Nee, want als je kijkt, als je goed kijkt, 2/3 van alle deelnemers komt uit Duitsland. En ook de Duitse regering wil graag permanente zomertijd. Dit is Peter Altmaier, de Duitse minister van Economie. Oh. Wenn der Vorschlag von Jean-Claude Juncker like sich durchsetzt, und das unterstütze ich nachdrücklich, dann werden wir keine Zeitumstellung mehr brauchen, weil wir ganzjährig die Sommerzeit haben. Die einzige Frage, die man stellen kann, ist, warum uns das nicht früher eingefallen ist. Ja, dat is jullie dus al wel eerder ingevallen in 1940. Over invallen gesproken. Maar Duitsland wil dus graag permanent zomertijd. Maar voor ons zou dat echt niet goed zijn. We zitten ver buiten onze natuurlijke tijd en dat is gewoon ongezond. Nederland moet dus voor zichzelf opkomen. Wat vinden de regeringspartijen? Zomer- of wintertijd? Dat je in ieder geval niet iets anders moet gaan doen dan je buurlanden. Dus dat lijkt me dat dat van belang is. Dat we niet als je grens overrijdt met Duitsland, dat het daar een uur later of vroeger is. Huh? Klaas Dijkhoff, dan ga je de oorlog ook niet mee winnen. Tenminste, niet als je voor Nederland bent. Beste Klaasie, Klaasie capitulatie. Luister.
Luister, als wij doen wat onze oostenburen doen, en elk land doet dat, dan krijgt uiteindelijk de hele wereld dezelfde tijd. En dan blijft het dus voor altijd 28 oktober. Dan is vanaf nu elke dag Eros Ramazzotti jarig. Maar goed, of het permanente zomer- of wintertijd wordt, dat is uiteindelijk aan het kabinet. Wat gaan die eraan doen? Zitten die er een beetje bovenop? Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kwam er dit voorjaar achter dat de tijd in haar portefeuille zit. Oh. Even kijken hoor, ik heb een 20-je momentje hoor. Nog een momentje. Ik zie nog een momentje. Jongens, volgens mij heb ik de tijd in mijn portefeuille. En ook premier Rutte werd gevraagd wat we nou gaan doen als Nederland. Meneer Rutte, wat gaat het worden? Zomer- of wintertijd? Daar gaan we nog over praten. We hebben in ieder geval gezegd, als Benelux willen we een gezamenlijke positie. En we gaan zelfs proberen dat ook te doen met de Fransen, de Duitsers en de Italianen. Die weten dat overigens nog niet. They don't know, but they will know in a minute. Nou, de Italianen komen er voorlopig ook niet achter, want hun tolk zit in het gekkenhuis. Dus, true story. Ik ga binnenkort trouwen met Ariana Grande. Dat weet ze overigens nog niet. Wel heel veel zin in. Oké. Rutte, ik snap dat je nog even wil praten, maar we mogen als land dus zelf kiezen. Hè? En ik vind niet dat we ons door de Duitsers de duisternis in moeten laten lullen. Kijk, onze biologische klokjes willen bij Engeland horen. Dus het is al een compromis dat we met Duitsland meedoen. Maar dan moeten we ook niet nog eens ook nog die zomertijd nemen, want dan zitten we op Sint-Petersburg-tijd. Kijk, ik heb altijd geleerd dat je eerst van jezelf moet houden en daarna pas van anderen kan houden. En pas daarna van de Duitsers. Dat heb ik altijd geleerd. Dus ik zeg, Nederland, kies voor permanente wintertijd. Ook wel bekend als normale tijd. Dan blijft alles in de winter gewoon zoals het nu is. En de zomeravonden die zijn toch al lang, dus dat kunnen we prima aan. Het is niet anders. We moeten afscheid nemen van het verzetten van die klok. En dus van de zomertijd. En om de pijn wat te verzachten, is hier het mooiste nummer over de tijd. Mooi was die tijd van Connie Koning! Nog jong en net als een stormvlog, ieder uur sneller voorbij. You would never want to argue with this man. Bedankt voor het kijken, veel plezier met je week en tot volgende zondag. There you have it, ladies and gentlemen. Vond je dit geen leuk filmpje? Klik dan hier. Vond je het wel leuk? Abonneer je dan de moeder. Very well. That's a hell of an outro. If you enjoyed it, get over show Devon Show met Arjen Lubach, all the love in the world. We're already subbed up. We've already smashed the like button. Absolutely would not want to debate this man on anything, because I guarantee you, as smartly as he just argued that, he would argue that he could probably argue the opposite side of the house as well. Like, whatever he put his mind to, he would figure out a way to beat you in some way, even if it's by, like, technicalities. I think he could win. I don't know. I wouldn't want to battle him when it came to anything. He's just a very brilliantly put together dude. Get over, show him all the love in the world. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you at all. Which one do you pick? Winter time or summertime? Tell the next one I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back, Pete.